Hallo allemaal en welkom terug bij The Walking Dead, seizoen 2, episode 3. We zijn hier in het groenhuisje en we hebben een baby bij ons, een oude meneer, en we zijn zelf hier, we zijn lekker dingetjes aan het knippen. En zij is een beetje gek aan het worden, dat komt omdat de vader dat net geslagen heeft en dat wilde hij heel graag doen natuurlijk al lang, dus heeft hij kapot hard geslagen. En Bill, ook wel Adolfje, die was niet zo aardig, die zei zo, yes, goed gedaan, woehoe, yeah. Nou, dat is gewoon niet zo fijn eigenlijk, denk ik. Watch me. Kijk, zo doe je dat. Knip. Je kan het. Woehoe! Ze kan ook knippen. This is hard, Sarah. I know. I'm just afraid I'll make a mistake. It won't be the end of the world if you do. Just keep going. Oh, shit. Oh, no. Dun dun dun. Het is Adolfje. Just checking in. See how the new girls are working out. Gaat wel goed. Ooh. Reggie. Yeah, Bill. Hey. Hey, Bill. What the fuck happened in here? Look, Bill. They're new, and me with my arm, it's just not the easy. I have one arm. Shut up. Shut up. What the fuck, Bill? You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please, just... Sounds like you were about to give me an excuse when I asked for an explanation. That was my fault. Just give us some more time. It was my fault. I didn't show Sarah well enough. I guess. No, this ain't your fault. We talked about this. TP's Bill. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Typisch Adolfje Bill toch? Jonge. Wat een poepzak is het toch ook? Thanks for the help, girls. Sarah, waarom kon je je eigen werk nou niet gewoon doen? Jonge. Typisch Sarah. Ga ik eraf duwen? Niet duwen. Oh, ik wou net zeggen. Wow, Bill, what? Bill, please! Wat krijgen we nou? Weakness, incompetence. It puts us all at risk, and it won't be tolerated. You think about that the next time you're asked to do something. Ik zal hier aan denken, Bill. Ik zal hier aan denken. Go. Ja, ik zal het onthouden, Billetje. Billy Willy. Long way down. Ik snap wel dat hij lang moest vallen en dan ontplofte zijn hoofd een beetje op het grond. Op het grond. Oh, hey. Nice. So, they want you to run some supplies out to the guys working at the expansion. Real simple, just take this over to them. Dat is niet zo moeilijk. That jacket looks real nice. I don't know what Tavia is talking about. What's wrong? Clem? You all right? Carver killed Reggie. Reggie's dead. What? What are you talking about? Carver killed him. He pushed him off the roof. Maybe. Nee, niet helemaal. Ik zag het namelijk en hij zei dat het zijn bedoeling was, dus... Listen to me. Take this stuff out to those guys and come straight back. Just... Be safe, okay? Je hebt wapens in je handen de hele tijd. Schiet hem gewoon neer. Het is niet zo moeilijk. Jong. Het werkt. Het zal wel. Hey Troy, Clem's just gonna take them boys some nails. All right. Go on. Nee, ik heb wat spijkers. Handig. Oeh, dat ziet er niet zo goed uit. That ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. Okay, dan, als het moet, doe ik dat wel. Oh, dat ziet er een beetje gammel uit om eerlijk te zijn. Klein beetje gammel. Dus dat is de plek waar we eruit kunnen gaan, omdat het zo gammel is. Ja, boom. Sla je er één keer goed tegenaan met een moker en bats, boom. Handig.
let them do this shit themselves if it's so goddamn. Whoa, Kenny, Nick, get rustig. Your fucking hands off you me, ain't gonna force me to do this bullshit. I said get your hands off me. Or what? You gonna go tail on me? I'm trying to help you, asshole. Reggie's dead. No. Why don't you just worry about yourself? Reggie's dead. Carver killed him. What? You sure? Or did you? Oh, hey, zombie. Oh my god. Hey, we kunnen wegrennen, jongens. We kunnen weg. Yes. Oh shit, er zijn een miljoen zombies. Dat is wel een nadeel eigenlijk. Maar we kunnen wegrennen. We hebben de mogelijkheid om weg te rennen momenteel. Ik weet niet of we dat per se willen. Oh. Boom. Oh, boom. No. Shit. Oh. Zullen we daaronder gaan? Dat is niet zo'n goed idee, denk ik. Het is wel een goed idee. Oké, we gaan onder. Nope. Ah, to escape. Ik hou het. Nee. Oh, dat is mijn hoofd. Oké. Misschien nog... Oké, misschien hield ik A iets te... Niet snel genoeg ingedrukt. Oké. Whoopsie. Click to continue, dat heb ik gedaan. Oké. Maar starten wij nu? Geen flauw idee. Hier. Shit, fuck. Oké. Moeten we weer gaan slaan? Kunnen we dit overslaan? Oh, pause. Oh, we kunnen pauzeren. Dat wist ik helemaal niet. Holy shit, dat is wel cool. Oké, even tegen het hoofdje aanslaan. Dat kan ik, daar ben ik goed in. Oké, en dan gaan we weer naar links. En dan hou ik deze keer wel snel genoeg A ingedrukt. En dan niet midden in het filmpje. Maar dan doe ik het echt wanneer die zegt dat ik het moet ingedrukt houden. Nu dus. Snel! Clementine, snel! Kan dat niet sneller dan een zombie die 30 meter langer is dan jij? Uh-oh. Kies snel! Hey! Whoppas! Oeh, nice! Door het hoofdje. Oh shit, er zijn nog een paar duizend zombies. Dat is minder. Een moker of een ladder? Tuurlijk pakken we de moker. Holy shit, kan ik die optillen? Wat krijgen we nou? Boom! Oeh! Ja, dat was niet zo handig. Dat was alleen een been. Oh, dat is niet handig over het touwtje in te vallen. Dat is niet slim, Clementine. Pak dit. En... Pratsch! Nice. Kijk eens aan, zijn we daar vanaf. Helaas zijn er nog een paar andere zombies. Oeh, gelukkig. Hey, dank je, Troy. Get up. Get out of there, come on. Oké, rustig. Oké. Aardig van je, man. Oh, thank God, you're okay. Alright, enough mushy shit. Ik mag die Troy op zich wel. Net niet, maar die wel. Oké, nu weer niet. Maar het was op zich op een moment was wel. Ja. Can't do a simple fucking patch job without me here cracking the whip. Kut, Troy, ik snap het. Hey, mijn Troy. Met je hoofd. Kan ik ook teruglopen? Ik kan teruglopen. Ik zie er niet echt blij uit. Kan aan mij liggen. Volgens mij ben ik niet blij. Ik ben helemaal niet... Oké, ik kan niet meer verder lopen. Okay. Dus het hek ziet er echt enorm. Maar dan ook enorm gammel uit. Dus ik ga even aan de rechterkant lopen in plaats van aan de linkerkant. Want ik wil niet dicht bij dat ding lopen, bij het hek lopen. Liever niet. Dat doe ik liever even niet. Dus als we dat wel doen, dan verwacht ik natuurlijk wel miljoen zombies. Oh! Oké. Stop to me! Kijk wat nou. Stop! Hey, it's me! Luke! Hey, Luke! What's up, man? Man, get the hell out of me. Ik dacht dat je een Engeland was. Come all this way. This is the welcome. Hey, dude! I'm glad to see you. I was worried. We konden hem trappen, maar dat denk ik doen we wel even niet. You too, kid. All right. Vergeet je niet, hè? Voor een keertje gaan we niet iemand trappen. Klopt. There's a herd of lurkers just south of us. Yes. Bigger than I ever seen around these parts. Carver mentioned that. Said he hopes it passes us. Dat zou mooi zijn, ja. I heard folks talking about that, but that ain't so. Okay, it's gonna hit this place. I know it is. Now, I don't know when, but it's coming and it's gonna be soon. That's not so good, then. Looking for places to
to get you all free, but I haven't been able to find anything. Gaat het een beetje oké of niet helemaal? No, no, I mean, yeah, yes, sorry. I just could use some sleep, you know. Hard to rest when you think a lurker's about to get the jump on you at any moment. But yeah. Dat is inderdaad wat minder. Ja, dat is een klein beetje minder. Ik ga beter in een boom gaan slapen, want die kunnen namelijk geen bomen klimmen. Well, the whole situation's dangerous, but well, we're in it now. That's what we got. We just. Daar heb je helemaal gelijk in, jongen. We need a plan. No way to get you and everyone. Zo, die is moe. Luke. Oh, sorry, sorry, shit. Troy ain't gonna like you being late. Listen, Clem, I need you to meet me here tomorrow about this time. Doe me. Ik weet alleen niet hoe laat het is, want we hebben namelijk geen horloges of klok of iets. Maar goed. I just need to be able to tell y'all what's going on with them guards. You know, I'll figure out the schedule the patrols are on. I mean, they're all over the place, but I can keep an eye on them for y'all from out here. Doe me. Ga jij nou maar even slapen? Ik krijg er een. Je krijgt er een van mij, man. Komt helemaal goed. I'm so glad I can count on you. Komt helemaal goed. You meet me here tomorrow. I'll try and be here around this time, but if I ain't, just wait as long as you can, because I really need one of those radios. And just let everybody know I'm alright, okay? I'm worried they, Get out where I can see you. Oh, whoa, 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 rustig aan, Troy. Get out of here. Moet je misschien even in het donker, zodat ze je niet zien? Okay, goed zo. The hell were you doing? Huh? Looking at comics. I was looking at comics. There's a whole store full of them. Yeah? Oh, shit. You best not dawdle, girly. Pull something like that again and you'll be meeting the back of my hand. Oh, dat is niet erg aardig. Kom niet de voorkant van je hand, hè? Klootzak. Oké. Okay. Je hoeft niet te schreeuwen. Je kan ook gewoon zeggen, alsjeblieft, we willen gaan. Ach, klootzak dat je bent. Die Troy. We hebben een gezellig familiegesprekje daar. Lekker. Gezellig. Moeten wij er ook in gaan? Natuurlijk, waarom niet? Oeh, volgens mij is ze niet zo blij. Daar lijkt het niet op in ieder geval. Ze zit namelijk aan het huilen, maar goed, dat weet je niet altijd. Oké, okay, Adolfje. Komt helemaal goed, man. Bill, Adolf, allemaal hetzelfde. Oeh, een appel. Mmm. You make sure you tell me the truth when you're sitting where you are, and you won't end up over in that chair. Now you might not believe this after what happened earlier, but I liked Reggie. Tuurlijk, ik geloof je. He kept things light. You need folks like that. It's easy to let depression sink in during times like this. Geloof je helemaal niet eigenlijk. He was weak. And I don't mean just because he was maimed. That wasn't his problem. He was weak of will and weak of character. Is goed, man. And we can't have that around here. Not anymore. Not with what we got at stake. Je bent de moordenaar. You're a murderer. You can try and call it something else. But I know what it is. What it really is. Moordenaar. Listen, Clementine. It ain't murder. Een beetje wel. You see, Reggie put us klein beetje wel. His incompetence. He's had a string of screw-ups lately. Killing one in order to save many is part of survival. It's one of the tough nog steeds is het moord. Person couldn't make. It's why it falls to people like us to lead them to safety. You understand? Well, I wish it was different. I do. Tuurlijk, joh. That's why it's our responsibility to show. Ik hoor dat kan je dood het gemaakt. Ik moet eerlijk zijn. Dat zei hij. Hij zei dat ik eerlijk moest zijn. Nou, ik ben eerlijk. You know what I wish? What's that, honey? I wish Kenny had killed him. You think anyone out there would have the balls to say something like that? Burn in your face! This long otherwise. I realized it back in that cabin. You were scared. But you looked me straight in the eye. Kept your nerve. That's what we need. Keep cojones! Cojones! The next generation has to be stronger than the last to lead us out of this. Tuurlijk, joh. Kids like you, raised the right way. The way my child will be raised. It ain't this hurt that keeps me up at night. We can handle that. It's not knowing. That is Alvin's, Bobby. Bobby. I ain't worried about that anymore. It's not your baby. It's Alvin. Ooh. It's dat moet pijn doen. Ah. Ooh. Dat moet pijn doen.
Dat moet pijn doen, recht in het hart, hè. Pats! I'm here. The loading bay door is jacked. Troy really knocked the shit out of it. How bad is it? Rails are tweaked so it won't shut all the way. I don't think it's an emergency or anything, but it's something Stan should take a look at when he can. I'll get him on it. Out. That fucking idiot. Kut, hond, dat die is. And he puts a goddamn ding in my door. Go on back out to the yard. It's almost supper time. Oh, eten. Tching. Nice. Ik heb honger. Tenminste, dat dacht ik. Ik dacht dat ik honger had. Een lange dag. Oké. Okay. Dus, hoop ik dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Wens ik jullie nog een hele fijne dag. En hoop jullie terug te zien in de volgende aflevering van The Walking Dead. Laters.